Doet hij het? Yes. Mooi. Duidelijk. Zeker. Top. Dan gaan we in 3, 2, 1, actie. Wat is de oorzaak van een tornado? Om een tornado te laten ontstaan moet de lucht aan heel veel verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet de lucht nabij de grond veel warmer zijn dan de lucht op de hoogte waar vliegtuigen vliegen. Dus een temperatuurverschil van zo'n 60 graden of meer. Dan wordt de lucht heel onstabiel, dan kunnen er onweersbuien ontstaan. Maar dan kan nog lang geen tornado ontstaan, want de wind moet namelijk ook wat doen. Waar wij wonen, op die hoogte, moet de wind uit een andere richting en met een andere snelheid waaien dan de lucht op grote hoogte. En door die verschillen in wind gaat de onweersbui als het ware roteren. En die roterende beweging die kan uiteindelijk een tornado voortbrengen onder de onweersbui. Hoeveel regent het per jaar? Per jaar valt gemiddeld in Nederland zo'n 850 tot 900 mm regen. Dat is een laag water van 85 tot 90 centimeter als het in één keer zou vallen. Maar gelukkig gebeurt dat door het hele jaar heen. Maar het is ook niet altijd even nat. Zo is april bijvoorbeeld de droogste maand. En afhankelijk van waar je woont, de zomer- of de herfstmaanden juist de natste maand. De minste neerslag valt in het oosten van Brabant en het midden van Limburg. En de meeste neerslag zien we langs de kusten Noord-Holland en op de Veluwe. Daar valt soms jaarlijks meer dan 900 mm. En we zijn gestopt. Mooi. Goed gedaan, Wilfred. Dankjewel. Heb jij nou ook een vraag voor een van onze weermannen? Reageer dan onder deze video en wie weet behandelen we jouw vraag wel in de volgende video. En mis geen enkele video door je te abonneren via deze knop.